Goedemiddag. We starten om 2 uur met het webinar. Goedemiddag. En welkom bij deze unieke online sessie van Delex en Nolia. Mijn naam is Kedi Verhagen en ik neem vandaag de rol op van moderator. Nu, voor ik iedereen van vandaag ga voorstellen, eerst eventjes een paar praktische toelichtingen. Alle microfoons van de deelnemers zijn gemute, u staat op stil. Dat betekent niet dat u geen vragen kan stellen. Integendeel, wij willen graag dat u vragen stelt. Dat kan u aan de rechterkant in de tool. Ziet u chat of questions staan. Daar kan u uw vragen schriftelijk stellen. Die zullen aan het einde van de sessie overlopen worden. Die worden anoniem voorgelezen, dus we verlagen de drempel. Vragen staat vrij. Ik stel graag de sprekers van vandaag voor. Ik bijt de spits af. Ik ben Kedi Verhagen. Ik ben na 5 jaar aan de Brusselse balie ondertussen al 15 jaar bij Wolters Kluwer, waar ik eerst 8 jaar verantwoordelijk was voor Jura, de Research Databank, en nu ondertussen ook al 7 jaar bij Legal Software, waar ik insta voor innovatie en strategie. En alles rond customer experience. Mijn collega Hans van den Broek, hopelijk een bekend gezicht voor de Delex-gebruikers, is onze Delex-expert. Hans is intussen doorgegroeid van consultant naar service manager. Hij heeft jaren ervaring al in het begeleiden van advocaten naar een optimale werking van hun kantoor. En dat vooral aan de hand van Delex. Martien Schoonbrood, waar ik geen foto van voorzien heb, sorry Martien, is de stem die u gaat horen, die ons gaat begeleiden bij het stellen van enkele vragen in een poll en ook aan het einde bij het behandelen van de vragen uit deze sessie. Nu, ik ben vandaag heel blij om te mogen verwelkomen onder ons Yves Lefere van Nolia. Yves is de Digital Legal Expert en hij adviseert en helpt in die rol internationale bedrijfsjuristen en advocatenkantoren in het optimaliseren en productiever en competitiever maken van hun werk. En dit vooral aan de hand van het Nolia-platform voor Knowledge Management. Yves vertelt u straks graag alles over. Last but not least, vandaag spreekster Bea van de Waal. Bea de Waal, sorry Bea. Bea die vandaag het advocatenkantoor Argo Law vertegenwoordigt in haar rol van Chief Operating Officer. Bea heeft jarenlange ervaring binnen advocatuur, vooral in IT en office management. En wij zijn fier te zeggen dat Bea ook meestond aan het uitrollen van Delex in de Vlaamse markt. En begin dit jaar heeft zij Nolia geïmplementeerd binnen het advocatenkantoor Argo Law. Dat zal zij vanuit de praktijk straks vertellen. Goed. Vandaag eerst een klein woordje over Delex. Ik spreek graag over less paper in plaats van een paperless advocatenkantoor, waarin Delex toch een grote rol wil spelen. Dus u maakt deel uit van een grote gemeenschap. Misschien weet u dat niet altijd. Maar binnen België maakt meer dan de helft van de advocatenkantoren gebruik van een software van Wolters Kluwer. En zelfs voor Delex maakt u deel uit van de grootste gemeenschap met meer dan 4000 gebruikers. Dat zijn vooral middelgrote en grote advocatenkantoren. Nu, Delex wordt ook gebruikt in Nederland en Frankrijk, waar dus meerdere honderden gebruikers per kantoor gebruik maken van Delex. En nog steeds doorstaat Delex de test wanneer grotere organisaties uitkijken naar een softwarepakket. Delex is daar toch meer het meest uitgebreide en stabiele pakket op de markt voor grotere organisaties. Nu, ik geef u graag een kort overzicht vandaag van waar Delex voor staat. We kunnen daar niet op ingaan vandaag, maar wij staan uiteraard ter beschikking als u daar vragen over hebt. Het is enkel bedoeld zodat iedereen weer even mee is met wat we allemaal voorzien hebben. Dus Delex is uiteraard een pakket dat instaat voor het beheer van een volledig advocatenkantoor, alle aspecten dat daarmee te maken hebben, zowel dossiers, documenten, alles van partijen. Maar Delex is ook op maat aanpasbaar. We hebben velden die kunnen aangepast worden en moduleerbaar zijn. En veel kan worden gepersonaliseerd. Dat is toch belangrijk. Recent voorzagen wij ook een synchronisatie met Outlook. Zowel wat mails betreft als wat agenda betreft.
Een grote troef van Delix nog steeds zijn de modeldocumenten waar data uit het dossier automatisch kunnen worden ingevuld. Delix heeft een volledig geïntegreerde boekhouding, waar je dan ook kosten, prestaties, erelonen gemakkelijk kan omzetten in facturatie en rappels van facturen. We hebben een zeer vergaande rapportage waar wij uitsteken boven andere pakketten. En wij hebben ook geïnvesteerd in een nieuwe zoekmotor. Dus onze developers hebben daar hard aan gewerkt, zodat u ook binnen Delix, dus dit gaat enkel over het zoeken binnen Delix, makkelijker documenten kan terugvinden. Hans gaat daar dadelijk wat meer over vertellen. Ik verwijs ook graag nog even naar de getuigenissen van enkele grote advocatenkantoren, waar wij fier zijn dat wij die op onze website mogen opnemen. Nu, wij maken graag keuzes voor Delix, vooral door te luisteren naar onze gebruikers. Dus wij willen graag nieuwe zaken toevoegen aan Delix die meerwaarde kunnen bieden voor onze gebruikers. Ik probeer naar de volgende slide te gaan. Dat lijkt nu niet te lukken. Het gaat komen, denk ik, maar het gaat niet komen. Hoe komt dat? Ah, hier. Ja. Zo hebben we bijvoorbeeld een digitale stukkenbundel gemaakt, met voorzien van een kantoorstempel en een automatische creatie van een inventaris, om zo ook de connectie met het DPA, het platform voor advocaten, te voorzien. We hebben een budgetmodule gemaakt, we hebben Delix Mobile, waar u altijd op tablet en op een mobiele, op een smartphone Delix kan raadplegen. We hebben Delix Insights voor business dashboards, met inzichten voor managers van het advocatenkantoor. En we hebben Delix Connect, het klantenportaal. Dat zijn allemaal zaken die wij gemaakt hebben door te luisteren naar onze klanten. Ook vandaag willen wij graag een vraag stellen. Ikzelf ga zo'n vraag stellen en tijdens de sessie van Yves Leferre gaan we ook een vraag stellen. Dus iedereen's aandacht even, want wij hebben uw antwoord nodig. Martien gaat voor ons een polvraag op het scherm doen verschijnen, waar wij graag dan uw antwoord van ontvangen. U kan gewoon klikken op het antwoord. Ja, inderdaad. De poll is ondertussen open, Kerry. Dus even kijken. Dus het gaat erom hoeveel procent van de informatie die vandaag nuttig is voor uw kantoor en voor uw dossiers, zit er binnen Delix opgeslagen. Of als u een ander pakket zou gebruiken, het gaat over een dossierbeheerpakket. Hoeveel procent van die informatie zit daarin? Om een zicht te krijgen, wat zit er nog buiten Delix eventueel ook opgeslagen? Oké. De antwoorden komen vlot binnen. We zitten aan 62% die geantwoord heeft ondertussen. Dus het zal nog... Nog eventjes. Okay. 75. Aha. Iedereen is wakker. Dat is goed. Ja. Oké. Ik zie nog een paar antwoorden binnenkomen, dus ik wacht nog eventjes, nog 5 seconden. Ja, oké. Okay. Ik zal nu afsluiten. Oké. En dan zal ik de antwoorden, normaal zien alle deelnemers nu de antwoorden. Hè. Dus we zien 37% dat tussen 70 en 89% heeft geantwoord. Dat is het grootste antwoord. Het is eigenlijk ook hetzelfde bij meer dan 90%. 15% tussen 50 en 69% en 11% minder dan 50%. Goed, dat is, dank u wel voor jullie deelname. Dat is fijn, dat maakt het ook wat interactiever vandaag. Anders zitten we altijd te praten in het lege. Maar dat is natuurlijk, wij zijn blij dat te horen ook, want dat is ook wat wij ondertussen van een aantal kantoren, grote organisaties ook, gehoord hebben. En dus dat er toch ook informatie buiten Delix opgeslagen zit. Dus daar zijn we gaan zoeken en gaan nadenken welke meerwaarde zouden wij toch kunnen bieden aan onze Delix-gebruikers. En vandaar zijn wij fier om jullie te kunnen voorstellen het partnership met Nolia. Dus we hebben een koppeling gebouwd tussen de beide producten. Het grootste voordeel daarvan natuurlijk is dat we met één zoekopdracht over verschillende bronnen, inclusief Delix, kunnen gaan zoeken. Dus we zijn heel fier, hè, Yves, om je vandaag hier te ontvangen en dat virtueel weliswaar, dat we het samen kunnen voorstellen. Een echte legal tech connectie, partnership kunnen voorstellen vandaag.
Dat is het grote voordeel met één zoekopdracht, dat knowledge management gaan beheren. Maar een aantal troeven ook hierbij met die koppeling zijn dat de gebruikersrechten die in Delex zijn ingesteld, hiermee ook gerespecteerd worden. En dus als u een document had afgeschermd bijvoorbeeld binnen Delex, dan zal dat niet via Nolia toch vindbaar zijn. Nee, die gebruiker blijft over dezelfde rechten beschikken. De Delex metagegevens worden ook meegenomen en weergegeven in de resultaten. En de ingebouwde OCR-functie bij Nolia zorgt ook voor dat je ook beeld-PDF kan gaan doorzoeken. Dus dat is toch wel heel mooi. U ziet dat wij daarmee bij Wolters Kluwer en bij Delex openstaan voor technologiepartners die op specifieke vlakken expert zijn in hun eigen domein. En Nolia is zeker een expert in zoeken en alles wat met knowledge management te maken heeft. Wij willen graag toegevoegde waarde bieden aan onze klanten om hun zo efficiënt mogelijk te laten werken. En u zal zien dat wij ook in de toekomst zullen kijken welke tools een meerwaarde kunnen bieden aan de advocaat. Zo, dan geef ik nu graag het woord aan Hans van den Broek, die een demo kan geven van het zoeken in Delex. Zo, dankjewel, Katie. Voilà, dus voor mijn gedeelte ga ik jullie inderdaad kort even voor het gedeelte Delex een kleine toelichting geven van hoe gaan we eigenlijk om met de documenten en de kennis die zich in Delex bevinden. Als we even gaan kijken naar Delex, is dat uiteraard zoals aangehaald een dossierbeheersoftware waar we dus de documentatie, de documenten allemaal in verschillende dossiers gaan bewaren. In die dossiers, of aan die dossiers, is er een rechtenbeheer gekoppeld. Zou men toegang kunnen gaan verlenen of weigeren aan verschillende dossiers of aan verschillende documenten. Wat dan eigenlijk maakt dat je in Delex veel verspreide informatie hebt. Je hebt al die dossiers waar die documenten eigenlijk in de verschillende dossiers allemaal worden opgeslagen. Wat ik jullie vandaag daar ook heel duidelijk wil mee laten zien, is dat we toch nog die informatie kunnen terugvinden in Delex, maar dat we ook heel goed gebruik gaan moeten maken van al die metadata die gekoppeld zijn aan die dossiers. Dus dat we al die relevante informatie gaan proberen hergebruiken in onze zoekactie. Dat ga ik jullie onmiddellijk met een klein voorbeeld binnen Delex laten zien. En als laatste voor het knowledge management gedeelte in Delex is het toch ook belangrijk om naar inhoud te zoeken. Om te gaan zoeken achter documenten op basis van bepaalde trefwoorden om zo het juiste resultaat te vinden. En waar Katie daarnet al sprak over een nieuwe zoekmotor, wil ik daar toch heel even bij stilstaan. Waar we dus eigenlijk als we over Windows Search spreken, wat eigenlijk onze oude manier van zoeken is, wil ik toch even tonen wat het grote verschil is door de nieuwe manier, de nieuwe zoekactie via SQL of SQL Search. Als we eens even gaan kijken naar die Windows Search, en ik denk de meeste van onze klanten werkt nog eigenlijk op deze manier om op inhoud van documenten te gaan zoeken. Moeten we vanuit Delex kant ook altijd heel eerlijk in zijn, dat is niet de meest optimale zoekactie. Hoe werkte dat eigenlijk? Kijk, stel heel concreet, we wouden in Delex een document zoeken met een trefwoord conclusies. Een heel breed trefwoord uiteraard, we gaan heel veel resultaten wel hebben, maar dat is de zoekactie die ik wil doen. En daarbij wil ik eventueel gaan zeggen, kijk, ik wil van de huidige maand, wil ik enkel die documenten zien. Het probleem altijd in die zoekactie was, ja, wat ging in dat geval Delex in combinatie met Windows Search doen? Ging eerst in alle documenten dat er binnen jullie Delex bestaan, gaan kijken, hoeveel documenten vind ik met het trefwoord conclusies? Dat is al een enorme zoekactie. Dat wil zeggen, daar verliezen we al heel veel tijd. Dan gaat hem op een selectie komen natuurlijk, een verkleinde selectie. En pas daarop zouden de bijkomende parameters of de bijkomende zoekcriteria worden toegepast, in mijn voorbeeld nu de huidige maand, om dan tot een resultaat te komen. Wat eigenlijk niet heel logisch is, laat ons daar eerlijk in zijn, dat we die criteria pas achteraf gaan toepassen, waardoor dat de zoekactie in heel veel gevallen gewoon te lang duurde en niet efficiënt was. Als we dan even naar de SQL search gaan kijken, daar gaan we zien dat die logica is omgedraaid en gewoon veel logischer is. We gaan eerst onze zoekcriteria toepassen en bijvoorbeeld zeggen, ik maak al een kader en ik ga enkel
in mijn documenten die aangemaakt zijn in de huidige maand, ga ik zoeken op het trefwoord conclusies. Wat maakt dat je in veel minder documenten maar moet gaan zoeken en dat dat veel efficiënter is en ook veel performanter. Je resultaat gaat veel sneller gevonden worden met de nieuwe zoekmotor tegenover de oude zoekmotor. Dus de logica is toch zeer verschillend en alleen algemeen al qua performantie is gewoon die SQL of SQL Search gewoon performanter dan de Windows Search. Dus voor kantoren dat daar voorlopig nog de oude manier werken, misschien is het toch nuttig om eens te kijken of we misschien de nieuwe manier kunnen activeren, dat het voor jullie ook toch wel aangenamer is. En dat ga ik nu aan de hand van een demo ook even laten zien. Ik neem er even de Telex erbij en ik verbind mij op Telex van het kantoor Argolau, waar Bea de Waal hier vandaag voor aanwezig is, omdat het voorbeeld dat ik wil tonen, de documenten dat ik ga zoeken, daar gaat Bea straks ook diezelfde documenten gaan tonen vanuit het Nolia uitgangspunt, om daar te gaan kijken wat is dan het verschil, om dat heel duidelijk naar jullie te stellen. Wat er nog niet altijd heel veel wordt gedaan in Telex, is eigenlijk globaal gaan werken. We denken nog heel veel in die hokjes van dossiers. Ik heb in dat dossier een document zitten, dus ik ga mijn dossier opzoeken en ik ga daar een document ergens gaan proberen terug te vinden. Oké, voor een ander document moet ik eerst dat dossier gaan openen en daarin verder gaan zoeken. We gaan eigenlijk veel efficiënter kunnen werken ook door globaal te gaan zoeken. Dus voor mijn demo dat ik hier, korte demo dat ik ga geven, ga ik niet in een dossier werken, ga ik gewoon mijn algemeen van scherm van Telex, ga ik mijn menupunt documenten erbij nemen om hier eigenlijk eens een zoekactie te gaan uitvoeren. En we beginnen gewoon met even een heel eenvoudig voorbeeld. Even mijn viewer aanzetten. Dus we nemen hier bijvoorbeeld huurovereenkomst Q-Park. Ik ga zoeken, voor de rest zoek ik geen parameter, ik zoek gewoon een bepaald document, omdat ik dan op de omschrijving van een document perfect kan terugvinden, oké, dit document is gevonden op basis van de omschrijving, want in de naam van het document staat er huurovereenkomst en Q-Park, de beide trefwoorden, dus ik kan mijn resultaat vinden. Uiteraard, als je op omschrijving gaat zoeken, ja, dat je trefwoorden in de naam van je document staat, dat is... Laat ons zeggen, we vinden ook maar één resultaat, is zo goed als nooit haalbaar. Dus voor bepaalde aspecten kunnen we zeker zoeken op de omschrijving. Maar nu ga ik toch even zoeken op de fulltext of op de inhoud van die documenten. En ik ga daar dezelfde zoekactie doen. Huurovereenkomst Q-Park. Ik ga enkel mijn kolom van de omschrijving iets kleiner zetten. We zitten natuurlijk ook met een database van een klant met confidentiële documenten, dus waar ik het wel wil beperken. En wat gaan we zien? Nu ga ik veel meer resultaten. Nu heb ik 30 resultaten met dezelfde zoekactie op de inhoud van documenten. Simpele reden, laat me het even vernieuwen, het document. Want wat gaan we nu doen? Nu gaan we echt in de inhoud van die documenten gaan zoeken en gaan we gaan kijken, oké, in welke documenten komt er zowel het woord huurovereenkomst, dat hier in het geel aangeduid ziet staan, en Q-Park naar voren. Dus dan gaan we echt in die inhoud gaan zoeken en gaan we uiteraard veel meer documenten terugvinden die de beide trefwoorden in dit geval gaan omvatten. Ik heb nog altijd geen andere criteria toegevoegd. Ik ben echt puur op trefwoord aan het zoeken. Dus voor de mensen die vandaag in Telex met de oude manier werken, die zullen al onmiddellijk zien dat hier het resultaat wel sneller op het scherm komt. Hier werken we via de nieuwe zoekmotor, de SQL Search. En ik kan dan nog mijn voorbeeld nog iets breder trekken. Dus hier ga ik zoeken achter documenten waar zowel huurovereenkomst als Q-Park in tevoorschijn komt. En ik ga hier even de syntax OR tussen zetten, of de OF-functie. Wat ik eigenlijk gebruik om gewoon aan te duiden. Ik zoek documenten waar of huurovereenkomst in voorkomt, of Q-Park in voorkomt. Laat me heel even de viewer afzetten, zodat we geen inhoud van bepaalde documenten laten zien. Uiteraard, ja, huurovereenkomst, dat is een woord dat je overal wel eens in bepaalde procedurestukken gaat tegenkomen. Dus we gaan veel meer dan 1000 elementen vinden. En ik zoek even gewoon een heel brede zoekactie om toch duidelijk te maken op het zoeken van die trefwoorden. Ga ik hier toch binnen een tiental seconden, ga ik hier toch een 17.400 documenten, dat we hier links van onder zien,
uiteraard geen gerichte zoekacties, maar wat toch duidelijk maakt dat om op trefwoorden te zoeken, om op de inhoud van een document te zoeken, op deze manier veel performanter is. We kunnen echt veel sneller die documenten gaan hier opzoeken en een resultaat verkrijgen. Dus zo gaan we de inhoud van die documenten gaan hergebruiken om onze kennis binnen Delix te gaan terugvinden om bepaalde documenten gericht te vinden. Maar ik sprak daar straks ook over de metadata van de dossiers, of eigenlijk alle data die gekoppeld zijn aan dat document. We mogen niet vergeten, dus al die dossiers zitten in documenten, die zitten in verschillende dossiers. Dat zie je ook in de kolom referte dossier, waar allemaal dossiernummers staan. We gaan die informatie ook wel proberen te hergebruiken, en ik ga daarvoor even naar uitgebreid zoeken. Toon ik even mijn volgend voorbeeld, om daar toch die informatie mee te gaan nemen. Mijn volgend voorbeeld dat ik even wil zoeken, is dat ik bijvoorbeeld een document zoek. Ik kan hier ook op inhoud zoeken natuurlijk. Ik zoek een document, het gaat over een nieuwsbrief, dus het trefwoord nieuwsbrief staat ergens in de inhoud. Uiteraard, als ik alleen dit ga zoeken, zal ik weer de melding krijgen dat er meer dan 1000 resultaten zijn. Voilà, iets te veel. Dus we gaan iets gerichter zoeken. En we gaan bijkomend. We gaan zeggen, kijk, goh, ik zoek eigenlijk alleen in documenten, in Word-documenten, want ik wil er nadien een kopie van pakken, dus dat dat in PDF staat, ja, gaat me niet genoeg helpen, ik zoek een Word-document. Wanneer was dat document weer aangemaakt? Laat me zeggen, in de x voorbije dagen, en x ga ik hier aanduiden als 90. Ik ga zeggen, kijk, ik herinner mij dat wel ergens in de laatste 90 dagen zal aangemaakt zijn, het document dat ik hier specifiek ga zoeken. Dus ik ga al de metadata, de parameters van die documenten gaan bijkomend aanvullen. Maar ik ga ook die van de dossiers gebruiken. Dus ik ga hier bovenaan naar mijn tabblad dossiers, om ook de dossierfilter te gaan gebruiken. En dan gaan we bijkomend gaan fine-tunen om onze selectie te verkleinen. Goh, dat document dat ik zoek, ja, dat gaat sowieso in een dossier zitten, ofwel een intern dossier, goh, misschien in een corporate of contract, en misschien in een corporate litigation. Dat herinner ik mij wel ergens om dat te gaan zoeken. En we gaan ook misschien zeggen, de titularis, ik zoek enkel de documenten die in mijn specifieke werkgroep zitten en onze dossiers, de verantwoordelijke, de partner van het kantoor die als titularis is aangeduid, is hier bij 02. Dus ik ga al die velden gebruiken om heel gericht te gaan zoeken. En zo kan ik veel sneller en veel gerichter tot het juiste resultaat komen waar ik hier een nieuwsbrief kan terugvinden met de nodige informatie die ik nodig heb om nu verder te werken aan mijn dossier op basis van deze informatie dat ik heb teruggevonden. Dus dan maar gewoon om te tonen dat ook al zit die informatie heel verspreid over de verschillende dossiers, met gerichte zoekacties en gebruik te maken van die verschillende data van dossiers, gaan we heel gericht toch die zoekacties kunnen uitvoeren. Voor het gedeelte knowledge management nog in Delix, wat er ook heel veel kantoren toepassen, is dat zij ook ergens wel een soort database gaan beheren van de juiste documenten die als kennisbeheer kunnen aangeduid worden. En daarvoor gaan ze gewoon specifieke interne dossiers maken. Dus als ik hier even het voorbeeld nog doortrek om af te sluiten, ga ik hier nog een kopie van nemen, omdat ik zeg, goh, ik wil dat ergens toch als een kennisdocument gaan bewaren. En dan kunnen we eigenlijk ja, interne dossiers gaan maken, zoals ze bij Argo op een bepaald moment ook gewerkt hebben, om hier ook een duidelijke knowledge database te gaan opstellen om die documenten toch iets meer te gaan centraliseren in bepaalde dossiers. Voilà, dat is gewoon heel kort dat ik wou jullie toelichten voor Delix. We gaan straks dan zien met Bea de Waal haar demo, hoe dat eigenlijk ook die documenten kunnen geraadpleegd worden vanuit Nolia en welke informatie dat dan ook wordt doorgetrokken, als Kedi ook al heeft aangegeven, ook het rechtenbeheer bijvoorbeeld, en wat het nut kan zijn om daar een bijkomend gebruik van te gaan maken. Dank u wel. Goed dan. Dank u wel, Hans, voor, om het heel concreet te maken en heel concreet toe te lichten. En we kijken al uit naar het stukje van Bea, waar dat dan de koppeling zelf tussen beide pakketten zal getoond worden. Maar heel graag geef ik nu het woord aan Yves, die ons gaat vertellen hoe knowledge management en Nolia hand in hand gaan. Okay. Dank je wel, Kerry.
Goedemiddag allemaal, ik ben Yves, ik ben Digital Legal Expert bij Nolia en ik licht hierbij heel graag een tipje van de sluier over knowledge management voor het advocatenkantoor, voor jullie kantoor en hoe jullie er effectief mee aan de slag kunnen gaan. Hoe de advocatenkantoren er zullen uitzien over 3 tot 6 jaar, daar zijn we allemaal mee bezig. Er zijn heel veel experts vandaag die voorspellingen doen over de toekomst van het advocatenkantoor. En overal klinkt dezelfde stem. Blijven groeien op digitaal vlak. Verwachtingen van jullie klanten die zijn ook veranderd. Het moet allemaal veel sneller gaan met een veel grotere budgettransparantie. Het moet dus ook digitaler. En het gaat snel. Als kantoor en als advocaat word je dus verplicht van mee te surfen op die digitale trends. En daarbij wordt efficiënt kennisbeheer een absolute must. Nu, hoe kan je als kantoor gaan meesurfen op die digitale trends? Die rond onze oren vliegen, de digitale trends. Maar hoe ga je daar als kantoor en als advocaat, als medewerker kunnen op meesurfen? En digitaal kennismanagement gaan introduceren in je kantoor. En op korte termijn successen kunnen boeken en resultaten zien. Want jullie hebben deadlines, jullie hebben veel werk. Knowledge management is een begrip, maar het moet ook in de praktijk gezet worden. Maar hoe kan je dat nu doen? Heel snel, zonder inspanning, met quick wins en met resultaten. Wat dat we nu al wel weten is dat jullie meer moeten gaan doen, met veel minder mensen en ook met minder budget. Jullie moeten het beter doen, veel beter dan jullie concurrentie. Concurrentie is alomtegenwoordig. En jullie hebben geen tijd, ook vaak geen zin, geen discipline, om veel anders te gaan werken en een digital geek te gaan worden. Dus, maak uw advocatenkantoor slimmer en bereid u voor op de toekomst door knowledge management te introduceren. Nu, vooraleer ik hier dieper op inga, organiseren we graag een tweede korte poll met jullie, die Martien dadelijk met jullie gaat delen, waarbij dat we jullie willen vragen hoeveel tijd dat jullie gemiddeld, ik denk dat ik niks moet doen voor de poll. Oké. Dus de vraag is. Oké, perfect. Dankjewel, Martien. Dus de vraag is hoeveel tijd dat jullie gemiddeld per dag zoeken naar informatie? Algemeen. Gaat het om een mail? Gaat het om een document, een Word-document, een PDF-document, een gescand document, een dossierstuk? Of misschien een artikel van een seminarie? Iets dat ooit geschreven is door een confrater, door een ex-confrater, door een bepaalde formulering dat jullie zoeken, waarvan je het bestaan af weet, of misschien helemaal niet. Ben je je eerste dag op kantoor, weet je niks van de historiek van het kantoor, of ben je al 20 jaar op kantoor, je zoekt voortdurend. Maar hoeveel tijd gemiddeld per dag ga je daarin spenderen? Ja. De antwoorden komen inderdaad ondertussen binnen, Yves. Dus we zien dan 63% dat ondertussen gestemd heeft, 69, dus het loopt mooi op. Dus de mensen hebben de knopjes gevonden waar ze moeten voten, dus dat is goed. Er is wel één antwoord dat eruit springt momenteel. Ik zal het even, zoals daarnet had iets meer dan 80% geantwoord, ik zal ook nu even hierin de tijd laten. We zitten 76%, dus... Nog 2, 3, 4 stemmen, denk ik. En dan zitten we in de 80. Oké. Ja, ik ga de poll afsluiten en ik zal de resultaten nu sharen. Dus 27% heeft gezegd minder dan een half uur. 58% tussen een half uur en een uur. En 15% toch wel meer dan een uur. Oké. Dankjewel, Martien. Niet te verbazen, jullie zoeken veel naar van alles en nog wat. Dus kennisbeheer is aan de orde. Bedankt voor jullie deelname. Nu zijn er 3 eenvoudige stappen om de reeds beschikbare kennis en informatie van uw kantoor optimaal te gaan benutten. En om zo mee te surfen en het verschil te kunnen maken. En daar ga ik nu graag dieper op in met jullie. Stap 1. Bovenop het strategische denkwerk dat jullie doen, is het zeker ook belangrijk om de praktische kant van de zaak in acht te gaan nemen. Hou daarbij altijd rekening met een aantal belangrijke vragen. Hoe digitaal werkt ons team vandaag?
Wat is de kwaliteit van de bestaande kennis en informatie? Zijn er al eerder digitale initiatieven mislukt? Waarschijnlijk wel, maar waarom was dat zo? Dus dat is een eerste stap. Een tweede stap is realiseer quick wins. Door bijvoorbeeld het faciliteren van het heel makkelijk zoeken en vinden van informatie in alle interne bronnen, in uw case-systeem, maar ook daarbuiten. Dus niet alleen binnen het case-systeem, ook in uw shared drives, in uw SharePoint-sites en eventueel zelfs op websites. Een andere quick win kan zijn door een werkbaar kennisbeheer op poten te gaan zetten, zonder dat er veel inspanningen worden gevraagd van de medewerkers. En een derde stap is, eenmaal die quick wins zijn gerealiseerd vanuit stap 2, ook de mogelijkheden en de ruimte creëren om daar meer mee te gaan uitblinken en zo u te gaan onderscheiden van de concurrentie met een veel betere juridische dienstverlening. Met bijvoorbeeld een digitaal klantenplatform, waar je dus je klanten gaat betrekken bij je eigen kennisbeheer en zo je kennis gaat gaan valoriseren. En we nodigen dan ook heel graag uit om het volledige artikel te lezen waarin dieper wordt ingegaan op deze problematiek, op die drie stappen rond kennisbeheer. Het artikel staat op onze website, staat ook op de Academy-website van Wolters Kluwer. Dus daar kunnen jullie zeker meer informatie over terugvinden. Nu, hoe kan Nolia jullie gaan helpen met de introductie van kennisbeheer in jullie kantoor? Wel, dat gaat voornamelijk over stap 2, over het realiseren van quick wins. En dat doen we met een zeer compleet en intelligent knowledge management platform voor kantoren zoals die van jullie. Van kleine tot middelgrote tot zeer grote kantoren. Maar welke unieke value gaat Nolia dan geven met dat unieke platform aan jullie kantoor? Wel, we zorgen ervoor dat het volledige kantoor minstens 50% minder tijd gaat gaan spenderen in het zoeken naar informatie, maar ook in het constant opnieuw uitvinden van het wiel. Dus we hebben net gezien en gehoord van jullie dat jullie heel wat tijd spenderen in het zoeken naar informatie. Wel, die tijd gaan we minstens met 50% gaan reduceren, om ook te vermijden dat jullie herschrijven, heruitvinden, herantwoorden wat er reeds gedaan is in het verleden, waar het ook mogen staan. We garanderen ook dat er minstens 100.000 euro netto besparing kan gerealiseerd worden op jaarbasis voor het hele kantoor. Daar hebben we een heel specifieke business case voor. Dus daar is er zeker niet van contact op te nemen met ons, om samen met ons die business case voor uw kantoor te gaan doornemen, om zo samen te kijken hoe je die 100.000 euro kan gaan besparen op jaarbasis. En zodoende gaan we er ook voor zorgen dat uw concurrentiële positie als kantoor enorm versterkt wordt, omdat jullie ook veel meer data gaan kunnen analyseren voor dezelfde prijs naar jullie klanten toe. En dus een veel kwalitatievere en snellere service, een juridische dienstverlening kunnen gaan geven aan jullie klanten. En hoe gaan we dat nu doen in de praktijk? Wel, door een platform te bieden, een softwareplatform, dat volledig geïntegreerd is met Delex in jullie geval. We doen dat ook voor andere case-systemen, voor alle duidelijkheid. In jullie geval gaat dat om een volledige integratie met Delex. En ook uw manier van werken bij gevolg, want we gaan u niet vragen van anders te gaan werken. U blijft verder werken zoals u dat doet vandaag. En waarbij je geen enkele bijkomende inspanning gaat leveren. Dus niks is anders. En zodoende ga je ook een heel snelle ROI, een return on investment, gaan creëren in de investeringen die je doet. Laten we nu even kijken hoe dat juist in zijn werking gaat. Jullie hebben Delex. Dat is jullie case-systeem. Daarin steken jullie de dossierstukken, jullie mails gaan daar liefst zo automatisch mogelijk naartoe en alles is gecentraliseerd rond het dossier. Nu, daarbuiten hebben jullie misschien steken jullie alles wat niet dossiergerelateerd is ook in Delex, maar vele kantoren steken alles wat niet dossiergerelateerd is op een klassieke shared drive, op SharePoint, op OneDrive, misschien zelfs op Dropbox, al is dat rond GDPR toch niet het ideale. En als jullie meer in een Google Stack zitten, op Google Drive. Dus dat zijn andere bronnen waarin niet dossiergerelateerde informatie kan opgeslaan worden. En waarin vaak gepoogd wordt van een of andere kennisbank te gaan creëren of een hiërarchische boomstructuur om kennis te centraliseren. Vraagt enorm veel onderhoud, vraagt enorm veel discipline. Mensen moeten manueel gaan klasseren en zo verder. En daarnaast heb je ook informatie die op het net staat, die publiek toegankelijk is. Kluwer heeft heel wat informatie die zo aangeboden wordt, maar er zijn ook andere websites die informatie aanbieden. Hier staan nu een aantal voorbeelden. Nolia biedt je de mogelijkheid van ook een eigen kennisbank te introduceren, waarin het drag-and-drop principe geldt.
Je dropt er informatie in dat niet dossiergerelateerd is, artikels, gescande informatie, eender welke type van informatie. En de klassificatie, dus het toekennen van metadata, gebeurt volledig automatisch. Moet dat? Nee. Kan dat? Ja. Nu, waar het ook staat, in Delex, in uw Shared Drive, in SharePoint, wherever, Nodia gaat een onbeperkte OCR toepassen op alle gescande PDF-documenten. Dus alle historische gescande PDF's en alle nieuwe die erbij komen, waar ze ook opgeslaan worden, again, in Delex of daarbuiten, ze worden allemaal geOCR'd. OCR betekent Optical Character Recognition en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk full text kan gaan zoeken in die documenten, waar ze ook staan. Wij gaan alles indexeren. Dus alle tekst die beschikbaar is, gaan we toegankelijk maken, zodanig dat je er ook Google-wise kan op gaan zoeken. Maar waar zit de grote toegevoegde waarde? Is dat we alles automatisch gaan klasseren, metadata toekennen. Op alle documenten waar ze ook staan. Op alle e-mails, op alle attachments van e-mails en zo verder. Alles wat in Delex staat, daar gaan we de metadata, de bestaande metadata van Delex overnemen. Dat al het werk dat jullie gestoken hebben in het metadateren van informatie in Delex, dat die tenminste wordt overgenomen. Maar daarbovenop gaan we nog bijkomende metadata automatisch toekennen aan de hand van artificial intelligence en natural language processing algoritmes die we gaan toepassen op de inhoud. Waarin dat we meer kunnen gaan kijken over rechtspraak, juridische thema's en zo verder. Dus elk stuk wordt met een rijke set van metadata voorzien in Delex. En daar gaan we ook de security, dat ook metadata is, gaan we ook overerven op elk individueel document en mail. Hetzelfde principe passen we toe op de share drives, op SharePoint, op OneDrive, op alle andere bronnen waar jullie informatie hebben. En uiteraard, indien jullie opteren voor ook een Nodia-kennisbank, alle informatie die daarin zit. En wat krijg je dan uiteindelijk als gebruiker? Je krijgt een geconsolideerde, slimme search dwars doorheen alles. Dus als je een query ingeeft in onze zoekbalk, Google-like, ga je dwars doorheen alles zoeken. Dwars doorheen alles wat in Delex zit, wat daarin buiten zit, enzovoort. Je zoekt full text op woorden, maar alle metadata die de verrijking hebben gebracht aan elk individueel stuk, ga je de mogelijkheid geven van te filteren. Ik zal Bea jullie dadelijk ook tonen hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Belangrijk te weten is dat je full text zoekt. Wat betekent full text? Dat is alles waar tekst staat. Uiteraard op de titel van het document, maar ook in de inhoud van het document, gescande PDF's, in de body van een e-mail, in de attachments van e-mail, in de metadata, die ook volledig geïndexeerd zijn. Alles wordt doorzoekbaar. Want het is één ding van te zoeken, het is een ander ding nog van te vinden. Als jij zoekt en je hebt 17.000 resultaten, dan ben je daar niet veel mee. En het moet snel gaan, dus filters zijn belangrijk en bijkomende clustering, e-discovery technieken die het voor jou doen, voor alle duidelijkheid, gewoon aan de hand van een aantal kliks, die ervoor zorgen dat je heel snel naar boven kan halen uit het document wat je nodig hebt, of dat je nu lang in het kantoor bent, pas begonnen bent, weinig kennis van zaken hebt, veel kennis van zaken hebt. Informatie komt heel snel naar boven. En hoe dat er nu effectief uitziet, dat zal Bea jullie dadelijk gaan tonen. Ik introduceer jullie daarbij ook graag aan Bea de Waal. Zij is Chief Operating Officer van het advocatenkantoor Argolaw. En binnen Argolaw, zoals onze collega's van Kluwer zo net hebben toegelicht, werken zij met Delex als case management systeem. Know-how is daarbij heel belangrijk en hebben zij daarbovenop Nodia geïntroduceerd om alles wat binnen Delex zit en daarbuiten heel slim en efficiënt doorzoekbaar te maken. En zij zal jullie duidelijk ook de kracht en het gemak van Nodia demonstreren. Bedankt alvast voor jullie aandacht. En ik laat graag het woord aan Bea. Voilà, goedemiddag. Ik zal eerst wat kort vertellen over Argo, hoe wij tot dit project zijn gekomen. En daarna zal ik wat voorbeelden geven van hoe wij op dit moment zoeken. Allereerst over Argo. Argo is gestart in 2013 met een tiental mensen in totaal. En in 2020, sinds kort, zijn we met 38 advocaten. Dus genoeg mensen die op dagelijkse basis kennis binnen handbereik moeten hebben. De focus ligt vooral binnen ons kantoor op corporate life in al zijn facetten. Ik ga daar verder niet meer over uitweiden, maar wat daar wel van belang is, en dat heeft vooral ook te maken met het soort werk wat wij doen, is dat wij
Ik denk toch 95% van onze informatie is digitaal. Wij kennen geen papieren klassement zoals gekend is in de meeste of in veel advocatenkantoren. Alles zit digitaal geclasseerd. Nu, waarom zijn wij aan dit project begonnen? Argo legt een grote focus op know-how, kennis. En natuurlijk vooral de kennisdeling binnen het kantoor. We hebben een know-how team dat bestaat uit een aantal medewerkers, maar ook enkele venoten die uit verschillende vakgroepen die wekelijks samenkomen. Niet lang, een half uur, een uur om de nieuwigheden of het nieuws of alle dingen die zijn gebeurd op dat gebied te bespreken. Hoe doen we dat? Alle advocaten binnen Argo krijgen een soort wisselbeurt met het lezen van bepaalde tijdschriften. Het bekijken van nuttige websites. Het staatsblad, helaas voor sommigen, is daar ook een toerbeurt van. Wekelijks moet iemand die doorlezen en natuurlijk de voor ons relevante artikelen daar uithalen. Die worden naar dat know-how team gestuurd en op wekelijkse basis wordt er beoordeeld van is dat interessant? Kunnen we daar iets mee doen? Die informatie wordt geclasseerd en of, en dat is eigenlijk wat ook wel interessant is, daar komt dan een tweewekelijkse of een maandelijkse nieuwsbrief uit die we gewoon intern verspreiden. Mocht dit van belang zijn voor onze cliënten, delen we die ook wel eens met onze cliënten. Nu, al deze informatiedeling wordt ook wekelijks gedeeld via, dat was in pre-coronatijden middels een Argo lunch noemen wij dat, op donderdagmiddag, tussen de middag, iedereen samen lunchen en er werd een topic voorgedragen door een van de advocaten. Momenteel doen we dat via Teams, maar toch is dat nog steeds een wekelijkse, weliswaar iets kortere sessie. Dus die nadruk op die know-how heeft ertoe geleid om na te denken hoe en waar gaan we deze know-how allemaal bewaren. Hans heeft het daar straks laten zien. We hebben een Delex dossier voor eigenlijk meerdere vakgroepen waarin legal knowledge wordt bewaard. Maar soms zijn er ook grote documenten of presentaties waarvan we denken, moet dat per se nodig? Delex, sorry. En staat dat op een file server, soms staat het op SharePoint. Dus daar werd een beetje een topic van waar gaan we onze informatie terugvinden en snel vinden vooral. Nu, zoals ook al eerder gezegd, is Delex de basis voor al onze dossiergerelateerde documenten. Dat zijn er honderdduizenden inmiddels, omdat natuurlijk alles digitaal is. Bewaren we alles daarin. Algemene kennis staat er ook in. En we gebruiken ook onze file server en in mindere mate op dit moment SharePoint als bron voor informatie op te slaan. Nu, zeker in tijden van remote werk is het voor iedereen van belang dat je vanuit één locatie je data makkelijk kunt vinden waar je ook bent. Ben je op kantoor of ben je thuis aan het werken, dat mag niks uitmaken. Vandaar dat die data dus centraal doorzoekbaar moest zijn. Nu, Nodia zou er dus voor zorgen, of zorgt er eigenlijk voor, dat het niet uitmaakt waar deze data staat, waar deze informatie staat. De zoeker moet maar op één plaats een beetje een Google-like systeem gebruiken, waardoor de data te vinden is. Wat daar vooral van belang is, en dat heeft Yves ook al aangehaald, is dat onze scans geoceerd zijn, hè, dus doorzoekbaar worden, hoe oud ze ook zijn. De kwaliteit zelfs mag redelijk slecht zijn en toch komen daar dan wel interessante zoekacties uit. Wat ook belangrijk is, dat die metadata toekennen aan documenten, dat door Nolia wordt gedaan, omdat, ik denk dat dat voor iedereen een beetje hetzelfde is. We steken te weinig tijd daarin om zelf metadata toe te kennen. Dat blijft eigenlijk altijd een beetje liggen. Nu, hoe is dat dan van start gegaan? We zijn eerst begonnen met te zorgen voor een stabiele en performante netwerkomgeving. En daar zijn we vorige zomer, de zomer van 2019, mee begonnen. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe netwerkomgeving.
En een nieuw kantoor op PostX. In december vorig jaar was dat allemaal geïnstalleerd, up and running en sneller en efficiënter dan ooit. Dan zijn we dus begin van 2020, hebben de layer Nolia daaroverheen laten leggen, omdat we vonden dat we eerst de basis goed moesten hebben, zijnde die netwerkomgeving die stabiel en goed is en snel is, voordat we eraan begonnen. Voilà. Dus in die netwerkomgeving, moet ik misschien nog als laatste bij zeggen, hebben we er zeker voor gezorgd dat er genoeg resources aanwezig waren, dat we genoeg geheugen voor alles hebben en genoeg snelheid, dat we ook niet te lang op resultaten moeten wachten, want dat zou zonde zijn van alle bronnen die we ter beschikking hebben. Goed, ik zal dan beginnen met het Nolia demo stukje te laten zien. Zoals jullie hier zien, hier zit nog een not secure melding, die wil ik alvast zeggen. Dat is nog, we zijn te beveiligd, maar we kunnen hier wel een demo geven. Dit is, zoals jullie zien, onze eigen Nolia base. Hoe zoeken wij hierin? Het is eigenlijk, ik zal misschien beginnen met dezelfde zoekopdracht als degene die Hans heeft gedaan. Als ik die huurovereenkomst zoek, hier kan ik ook, als ik snel wil zijn, het zo doen dat ik... die AND functie of OR functie, die kan ik heel rechtstreeks inzetten. Ik ga het zo doen. Als ik dit nu zoek, ik zoek de huurovereenkomst van Q-Park Berchem. Het systeem, zoals jullie hier nu zien, heeft mijn resultaten al gegeven. In deze lijst krijg ik, ik zie hier nu 27, dat is al een vrij straffe filter die erop staat. Ik kan ook meteen zien wat voor soort document het is. Ik zie hier Delex mails, een message. En als ik verder naar beneden scroll, worden deze documenten aangevuld. Als het goed is, zo meteen. Aan de linkerkant zien jullie al meteen het soorten documenten, data van documenten, het informatietype en hier voor de mensen die Delex gebruiken, dit is de mappenstructuur. Oei. Ja, hij heeft het toch gevonden. Voilà, het deed iets langer erover. Hier heb ik al mijn documenten. Hieronder zie ik bijvoorbeeld een XML, maar ja, dat is dan weer een ander. Hier zie ik een document dat op de file server staat. Het is misschien wat te klein, maar ik probeer toch te laten zien dat dat er ook is. Nu, in dit geval kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik weet dat het een Word-document is, zoals Hans daar straks ook zei, want ik wil daar nog wat in werken. Hier zie ik onmiddellijk het document wat ik zoek. Ik klik het open, het systeem gaat naar Delex en opent het betreffende document. In Word in dit geval. Dus ik kan in dit geval in één keer in dat document werken. Ja, hij is even aan het opstarten. Dus ik kan van hieruit in één keer deze functie zoeken. Wacht, hij is er ondertussen, hoop ik. Nee. Maar ik zal even terug gaan naar het scherm. Hier aan de linkerkant zien jullie dat dat dus gefilterd is. Als ik deze filter van bijvoorbeeld het Word-document weer uit wil zetten, klik ik erop en zie ik weer de andere resultaten. Wat hier heel erg belangrijk is, is dat de toegangsrechten die ik heb in Delex, zijn degene die mij deze resultaten geven. En in Delex, en ik moet daarbij zeggen, ook op onze fileserver. Dus een user die geen toegang heeft tot dezelfde documenten als ik, die krijgt deze niet. Ik wou zeggen, ik heb ook niet storen gezet. Voilà, dus dat is al een zoekfunctie. Ondertussen zou die er moeten zijn. Voilà, dit is hetzelfde document als Hans daar straks ook liet zien. Ik ga dat nu weer dicht doen. En ik ga een nieuwe zoekactie doen. Die ik had voorbereid. Of een beetje had bekeken. Ik ga mijn telefoon eraf. Sorry, en stel het niet storen, maar toch niet helemaal. Wat wilde ik dan nog zoeken? Ik kan ook zeggen van ja, ik heb misschien een aantal zoekacties die ik op een lijstje wil zetten. Dan kan ik hier, zoals jullie zien, de OR en AND functie of NOT. Hè. Ik krijg bijvoorbeeld een heleboel resultaten die ik niet wens te zien. Dan kan ik hier ook woorden invullen die ik niet wil in mijn zoekresultaat zien. Als ik hier bijvoorbeeld een ander voorbeeld zoek. Ik zoek een cassatiearrest. Of een artikel over cassatiearrest externe zaakvoerder positie. Voilà. Ik ga zoeken. Zoals jullie hier zien, komt dan ook diezelfde functie naar voren. Wat ik hier nu kan doen, ik kan hier nu naar die clusters gaan en ik kan
zo meteen dan kiezen uit een aantal gegroepeerde resultaten. Als het komt. Ik heb juist een trage zoekactie. Ja, voilà. Ik ga even kijken. Ah ja, deze denk ik dat het was. Ik ga het ook verder zoeken. Nee, nu vind ik net juist niet degene die ik wilde zien. Ik ga nog een verdere actie erbij zetten. Ik zie zaak voer staan, Bea. Ik weet niet of dat iets uitmaakt. Zaak voer. Ja, sorry. Ja. Ik heb eigenlijk mijn verkeerde bril op. Ja, slim. Sorry, excuseer. Voilà. Als ik nu naar de clusters ga, gaat het zeker beter zijn. Dank u, Martien. Misschien ook even toelichten wat Bea hier net gedaan heeft. Hè. Dus zij heeft fulltext gezocht. Er zijn 244 resultaten voor haar zoektocht. Of 16 resultaten, pardon. Als ze gaat clusteren, dus op die cluster klikken, dan gaat het systeem eigenlijk tekstanalyse toepassen op alle documenten die hij gevonden heeft, dus die 16 documenten, en gaan detecteren vanuit het systeem wat zijn topics, wat zijn clusters die ik tegenkom. Puur vanuit tekstanalyse. En gaat hij dan links plaatsen, de topics die hij gevonden heeft, en gaat die 16 resultaten herklasseren onder die topics. Om je eigenlijk te begeleiden in je zoektocht. Je zoekt op iets, je hebt 16 resultaten, maar wat staat er in die 16 resultaten? En gaat hij eigenlijk een virtuele structuur gaan brengen in je zoekresultaat? Ja. Dank u, Yves. Zoals hier dus het arrest van het Hof van Cassatie, dit artikel zocht ik, staat op mijn fileserver, is een PDF-bestand. Ik doe het open en ik krijg dit artikel. Wat hier interessant aan is, is om te zien dat dit een gescand document is, zoals jullie zien, wat door Nolia geoceerd is en dus volledig doorzoekbaar is. En daarom heb ik deze gegevens gevonden. Dus dat is wel een voorbeeld van deze zoekactie, want dit is echt de tekst die in dit document voorkomt. Ik zal nog een extra zoekactie doen. Bijvoorbeeld, ik heb een webinar gevolgd over het WVV, maar voor de rest, oh wacht, ik moet wel aan te doen. Ik doe het zelf. Want zoals jullie zien, als ik dat doe, dan is het of in dit geval. Ik weet dat dat een presentatie was in PowerPoint. Ik kijk aan de linkerkant, kan ik kiezen PowerPoint. En ik krijg in dit geval deze Delex-presentatie die ik zocht met de input over dit webinar. Ja, in principe hebben we dit nu niet nodig. Maar... voilà, het webinar komt erop. Oei, het is wel een iets dure webinar. Okay. Dus in die zin kan ik ook zoeken op know-how in dit geval. Dan heb ik nog een zoekactie. Ah ja, die ik hier wou laten zien is nog iets anders. Wat ik misschien ten eerste ook nog moet zeggen. Kijk, hier zien jullie de bronnen waarop wij zoeken. De Nolia Base, dus dat is onze knowledge database waarin wij documenten kunnen droppen, zoals dat letterlijk heet, op onze fileserver en op Delex. Ik kan hier ook nog op filteren, maar in principe doen we dat minder, omdat we toch de resultaten snel genoeg krijgen. Hier nog een zoekactie die ik wilde uitvoeren, is... Flitsings, nou moet ik zien dat weer een typfouten... procedure. Een nieuwsbrief, zoals Hans daar straks ook liet zien. Ik zoek een bepaalde nieuwsbrief waarin het ging over fusie- en versplitsingsprocedure die wij gemaakt hebben. Als ik hier nu kijk, ja, ik heb hem eigenlijk al onmiddellijk. Hier heb ik mijn nieuwsbrief waar het over gaat. Die heb ik, en dat wil ik misschien eventjes dan laten zien. Deze nieuwsbrief zit ook hier. In dit is onze Nolia Base. Dit zit in onze Nolia Base. Het zit nu ook wel dubbel in onze Delex-omgeving. Maar in dit geval zit het in de Nolia Base en kan ik het ook van hieruit openen. Dus de locatie is, als ik zoek, minder van belang voor de zoeker.
Het is gewoon van belang dat het snel gevonden wordt. En in dit geval is het het document, de nieuwsbrief. En dit is een interne AGO-nieuwsbrief waarin deze informatie staat. En dan wilde ik misschien als laatste zoekactie nog iets laten zien. Zijn de, wat Yves ook aankaartte, daar straks, en is die gescande documenten, wij scannen ook wel, als we op onze kopieërs inscannen, wordt er geOCR'd naar Delex. Dus dat is al sowieso. Maar ja, we gaan dat niet met terugwerkende kracht doen. En in dit geval een enorm oud document. Wat ooit werd ingescand in 1999 is het document gescand, maar ik heb het gevonden, het zit erin sinds 2013. Dit is een document en daarom wilde ik dat vooral laten zien. Dat is een publicatie van een oprichting die echt niet van een goede kwaliteit is, maar toch hebben we het woord waar het over ging, het Vlabraver document, gevonden. Het komt eraan. Voilà, dus dit is typisch het soort document dat we niet met terugwerkende kracht gaan scannen naar Delex. Dat is, zou onbegonnen werk zijn. En dit maakt dat hier ergens in dat document, hier achteraan, zit het woord Vlabraver. Dus, en dit document dateert echt uit 1999, het is al 21 jaar oud en het zit nog steeds op de juiste plaats in Delex. En we kunnen het nu vinden via Noia, want dit is natuurlijk een iets moeilijker zoekactie in Delex. Voilà, dus dat is wat ik nu al van wilde laten zien. Er zijn nog legio andere mogelijkheden die... hier bijvoorbeeld nog zijn de dropzone, maar daar gaan we nu verder niet op in. Maar dit zijn de documenten. Hier kunnen wij documenten ingooien die wij van belang vinden om in die Nolia base gezet te worden. En Nolia zal zelf de nodige metadata toekennen aan deze data. Voilà, dat was het van wat mij betreft. Bedankt voor... Heel fijn, Bea. Heel goed. Je hoort dat je niet kan overstoppen. En je laat het ook zien dat het heel eenvoudig is. Ook het in die zone daar gooien onderaan. Echt, dankjewel. Ik hoop dat er nog heel even tijd is voor vragen. En dan hoor ik graag even bij onze collega Martine Schoonbrood dat zij ons daarbij wil begeleiden. Ja, er is één vraagje eigenlijk tijdens de presentatie van Hans binnengekomen. En de vraag was eigenlijk of dat je op x en y en x en not y kan zoeken. Hans, in Delex. Sorry, ik moest mij even unmuten. nee, dat is inderdaad dus een restrictie dus dat wij in Delex niet kunnen. Dus we kunnen inderdaad op twee trefwoorden zoeken met and. En je kan op exacte quotes gaan zoeken of je kan op or gaan zoeken. Maar daar eindigt het. Dus de not-functionaliteit zit nu niet in Delex voor het zoeken op inhoud van documenten. Oké. Als ik even mag inpikken, dat is wat Bea daarnet heeft laten zien. Hè. Dat is wat we exclusiviteit noemen, of exclusie noemen. Dus als je woorden wilt uitsluiten uit je zoekresultaat, dan hoef je die gewoon in te geven in de Nolia filter. En dan worden al die documenten uitgesloten. Of dat ze nu in Delex zitten, of nieuw, of daarbuiten, dat maakt opnieuw niet uit natuurlijk. Heel goed. Het is een heel krachtige motor. We wilden ook graag vandaag jullie tijd respecteren. Het is gepland tot 3 uur. Dus als er nog vragen zijn, mogen die nu ook nog gesteld worden langs met de rechterkant via questions. Maar ik wou toch erop wijzen dat onze gegevens staan op het scherm. Wij zullen jullie die ook na de webinar toesturen. Als er vragen zijn over Delex, staan wij klaar. Als er vragen zijn over Nolia, staat Nolia klaar. Martien, zijn er nog vragen toe? Ja, er is nog. Denk ik voor Yves wat de kost is van het pakket. Dat is de beste vragen. Ik heb de vraag niet gehoord, sorry. Wat is de kost van het pakket? Ik had ze wel gehoord, Martien. We hebben daar doelbewust voor gekozen om hier nu niet in te gaan op prijszetting. Ik stel voor dat het kantoor die de vraag heeft zeker contact kan opnemen met ons. En dan gaan we heel graag in op de specifieke use case. En dat is een prijs die gebaseerd is op het gebruik en ook op het volume van informatie dat jullie gaan beheren, zowel binnen Delex als daarbuiten. Maar daar gaan we heel graag dieper op in als jullie ons kunnen contacteren.
Oké, voor de rest zijn er momenteel geen vragen, dus... Prima, Martin. Ik hoop dat dat wil zeggen dat alles duidelijk was. Dus de gegevens Delex en Nolia staan op het scherm, zullen ook nog met een mail nadien naar jullie toegestuurd worden, als ook de slides die wij vandaag getoond hebben. Wij staan voor jullie klaar als daar vragen zijn. Wij gaan jullie ook een kleine, korte vragenlijst sturen met vriendelijk verzoek dat in te vullen, zodat we ook wat feedback krijgen over wat jullie er vandaag van vonden. En zo zijn wij helemaal aan het einde gekomen van deze sessie. Ik dank jullie echt van harte voor deelname. Ik hoop echt dat jullie het interessant vonden. En dan graag tot bij een volgende gelegenheid. Tot ziens. Tot ziens. Dank u wel. Tot ziens allemaal. Dank u wel. Bye.